een hele goede middag. Welkom bij deze nieuwe video. We starten de video in onze garage, in onze carport. En we trekken erop uit, want we gaan nog naar de... Naar de knippie, ik zie het niet hè, zo hè. Naar de knippie knapper voor onze Jules. Naar een kappersbezoek. De allereerste keer dat onze Jules naar de kapper gaat. Ik vind het wel spannend eigenlijk. En ik moet ook zeggen, ik ben ook bang dat hij... Kan je nog herinneren dat je als kind naar de kapper ging? Ja, als baby, op de eerste keer ja, niet. Baby. Ja. Ik weet wel dat mijn mama wel toen zo een plukje haar bijgehouden heeft. Dat vond ik altijd heel erg bijzonder. Een zakje mee? Dat erin te bewaren. Zou ze dat daar niet hebben? Een zakje of zoiets? Oh ja, misschien. Ja, als het dat daar hebben. Ik wil nu van Jules ook eigenlijk heel graag een stukje haar. Naar links of naar rechts? Naar links, gewoon naar Grobbendonk. En dan die, daar ongeveer moeten we iets Kijk, de Spice Girls lopen nu. Ja jongens, de Spice Girls. Ze lijken er niet eens op, wel? Wij zijn hier tegenwoordig, ze lopen zo'n beetje... Er liep een meisje bij en die had eigenlijk een fiets bij. En dat zal waarschijnlijk Sporty Spice zijn. Voilà. Ja. Ja, zo goed ken ik ze nu ook weer niet. Maar ik weet wel dat ze, dat ze in de jaren 90 wel van die spaghettibandjes hadden. En topjes en blote buiken en zo. En buffalo's, dat is ook weer. En dat is allemaal weer terug in de mode. Ja. Dat komt allemaal uit de jaren 90 en toen. Dus nu weer in de mode. Voilà, ik krijg hier heel wat berichten momenteel aan. Maar we zijn dus onderweg dus naar de kapper. Vooral de Jules zijn allereerste keer kapper. Ik herinner niet mijn eigen allereerste keer kapper. Jij ik herinner mij wel... Nee, mijn allereerste keer niet meer. Maar ik herinner mij wel nog dat ik bij de kapper ging. En dat was toen bij kapper Muis. Haar studio Muis. Dat moet een grap zijn. Echt waar, haar studio Muis. In Gent, ergens aan de Dampoort. Oké. Dat kapsalon bestaat nog altijd. Echt? Ja. Kijk, ik zou zeggen, zoek het op aan de Dampoort in Gent, kapsalon Muis. Ik ben heel benieuwd. Maar dat is natuurlijk bij mij al echt ettelijke jaren geleden. Ik weet niet of dat dan nog altijd even goed is als toen. Maar toen was dat zo, dat je in een autootje kon zitten. Ah, of in een vliegtuigje, of weet ik wat, kon kiezen. En dat autootje, dat was toen heel ingenieus. Nu is dat allemaal heel gemakkelijk met tablets en weet ik veel wat. Maar toen had ieder autootje of vliegtuigje had van voor in de cockpit, zeg maar, een tv-scherm. Okay. En dat was toen voor die een tijd heel speciaal. En ze staken daar videobanden, ook nog een keer een videorecorder die er ergens bij zat. En ze staken daar dat filmpjes in van Samson en Gert of van Boomba was het toen nog niet. Dus Samson en Gert wel, Kabouter, Plop en zo die zaken. Okay. Ja. Allee. Ik herinner me dat nog altijd als kind van mijn kindertijd. Ja. En die studio bestaat nog altijd. Misschien als we ooit eens in het Gentse zijn. Ja. Allee. Moeten we eens met hem naar daar gaan. Ja, alleen dan. Maar dan gaat de kapper van toen niet meer zal kappen. Dat zal waarschijnlijk een pensioen zijn. Ja, of denk dat hij overleden is. Moeten we dus vragen wat die meneer dan nu nog altijd eigenlijk kent. Nee, die mens is overleden. Ah ja, oké. Okay. Ja, dat kunnen we het niet vragen. Ja. Maar ik ben heel benieuwd, herinner jij nog, of misschien is het beter te vragen, vanaf welke leeftijd herinner jij nog jouw eerste keer kappersbezoek? Ik denk van mij vanaf 2,5-3 jaar ongeveer. En jij? Nou, ik weet niet hoe oud ik toen was, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat ik in zo'n autootje heb gezien. Ik zou nu niet meer inpassen. Nee. Dus ik was zeker kind. Maar... Vorige week was het zeker niet. Nee, het is echt al veel jaren geleden. Okay. Ja, van in een tijd dat ze nog van die spaghettibandjes droegen en een kort linksje aan. Allee, eigenlijk... In de Spice Girls tijdperk. Voilà, in de jaren 90. Ja. Allee. Goed. Ja, dus maar we gaan dus van Jules ook nu wel zo een stukjes haar mee vragen, hè? Ja. Meerdere. Ja. Daar gaan we bij de kapper. Maak je al vriendjes. Hey, kijk eens. Wie is dat hier? De oude vertrouwde Boomba. Ja. Dat is er een heel kinderhoekje hier bij de kapper. Kijk, ze hebben hier hebben ze nog zo'n stoel zo voor in te zitten. Toet, toet. Ja. Mag Boomba nu ook mee rijden? Amai. En Tijgertje ook mee rijden? Allemaal! Ja. Dat is leuk, hè? Zo, toet toet! Het is al een succes. Ja. Zit gehypnotiseerd in de stoel. Te kijken. Dat kietelt een beetje, hè? Dat doet mama ook soms bij jouw haar, zeg. Hè? Verder rijden, hè?
Hey, nu zie jij er mooi uit hoor. Ja, nieuwe baby. Dat ziet er goed uit. Dat heeft de kapper goed gedaan, hè? Ja. Bravo, applausje. Kom aan. Applausje. Ben eruit. Oei. Spring zeg, het is hier gedaan. Kom eruit. Ja, oké. Okay. En oma, hoe vind je het? Mooi. Zo mooi, zo'n grote liefde. Ja, jongen, ja, niet zo'n nieuwe baby's. Dat is wel een beetje wat ik vind. Ja, ik vind dat echt niet. Maar het is een droom. Maar ik vind het toch ook een beetje wel zo. Maar ze komt goed kunnen. Wel mooi, hè? Hoe vind jij het, Jan? Ze komt heel mooi. Heel mooi. Heel mooi. We hebben allemaal een grote jongen nu, hè? Ja, we zijn allemaal groot. En wij komen afscheid nemen, hè? Ja, want oma en opa gaan op vakantie, Jules. Ja. Ja. Love you. Hey. Huh? Hij heeft geen aandacht. Nee. Hij is al weg. Hij is al dood bijna, mama, papa. Ja. Hij wil spelen in de tuin, denk ik. Oh. Dus is het zover nog niet, zegt hem. Het was prongelijk. Was prongelijk. Ja. Allee, mama, een hele fijne vakantie. Ja, poesje. Love you. Mwah. Ja. Huh? Tot over een paar weken weer, hè. Ja. Hè? Geniet ervan op vakantie. Ja. Ze gaan trouwens iets superleuks doen. Moet dat gaan nu naar huis? Ja, tuurlijk. Ze gaan trouwens iets superleuks doen. Ze gaan een huizenruil doen. Dus zij gaan nu naar een huis van mensen in Frankrijk. En die mensen uit Frankrijk komen in hun huis hier in België. Ja. Dat is wel kei leuk. Ja? Jules vindt het wel, zegt hij. Zegt Jules. Vindt het maar niks. Hij zegt een huizenruil in Spanje is veel leuker. Jules, het is maar niks. In Frankrijk toch niet, oma? Ze hebben met Macron. Jules gaat liever naar Spanje. Macron hebben ze een huizenruil gedaan. Nee. Zeker Macron, dat zou een. Ja. Je mag wel een belangrijke functie moeten hebben daar. Ja. Maar ja. Ik vind het fijn er niet van. Nee, dat was het niet. Nee? Allee, zegt Jules, nog eens dada zeggen aan oma. Dada. Hey, zwaait nog. Mijn lieve. Nog kusjes. Fijne vakantie. Dag, Jules. Zo lief. Dag, Jules. Mooie knuffel. Dag, kijk hem maar. Een knuffel. Kijk nog een zoontje. Jules, kijk nog een kusje. Oh, ja. Oma is niet geschminkt, daarom is dat. Ah ja. Oma papa. Dag papa. Dag papa. Dat tikt, je steekt hier je tong uit, jij. Dat is goed. Dat is een schat, hè. Ja. Het is een lieveke. Sorry, ja. Fijne vakantie. Dag lievertjes. Dag. Dag. Laten we maar goed bedienen. Ja. Love you alle drie. Love you. Ziezo, mijn mama is vertrokken. Wij zijn ook terug opnieuw thuis. Het is ook nu trouwens ook al vrij laat intussen tijd. Het is nu bijna 11 uur. Mijn mama is zelfs nu al bijna al aangekomen in Metz in Frankrijk. Maar ze rijden nog een beetje verder en dan gaan ze daar overnachten. En dan gaan ze morgen weer een roadtrip verder zetten. Oh waar. Ik mag er niet aan denken zo lang nu in de auto zit dat ik zo moe ben. Ja, ik ben blij dat voor hun dat alles heel vlot gaat onderweg, dat ze weinig file's hebben en zo, dat het allemaal goed vooruit gaat. Dat is ook wel fijn natuurlijk, ook als je een roadtrip maakt. Wij hebben normaal gezien ook nog een roadtrip op onze planning staan als alles door kan gaan. Heel veel kan ik er nog altijd niet over zeggen. Dat eigenlijk al lang op onze planning, maar het is nog niet helemaal volledig concreet. Dus we gaan misschien ook nog wel een toffe vakantie ook nog hebben binnenkort. Maar ja, dat is nu nog niet. Even geduld. Ja, ik denk dat ik in mijn bedje ga gaan kruipen, want ik ben echt mega moe. Julieke slaapt al en Jeno is beneden. Een vlog gaan monteren en dan komt hij ook slapen. Wij zien jou heel graag morgen weer voor een nieuwe video. Ik zou zeggen, doe duimpjes omhoog. En ik ben heel benieuwd ook hoe jullie het kapsel van de Jules vinden. Ik vind het zelf wel eventjes wennen, maar ik vind het ook wel keischattig.